Hallo collega's, welkom weer in mijn keuken voor deel 2 van de implementatie van onderwijs online. Jullie hebben daar al een training in gehad en al eerder heb ik een kennisclipje gemaakt over hoe algemeen te werken met onderwijs online. Maar met jullie moet ik natuurlijk nog een stap verder. Inmiddels is het OSOER, zoals je hier beneden ziet staan, is goedgekeurd. Dat is heel mooi. Daar hebben we allerlei dingen in beschreven. Die hebben jullie ook aangeleverd. En daarin hebben we een spoor 1 en een spoor 2. Spoor 1 is het oude, waar we de oude 18-punt-formats hebben verwerkt. En spoor 2 is eigenlijk het nieuwe, het experiment, waarin jullie de voorlopers zijn met het beschrijven van, van het onderwijs en leeruitkomsten en in eenheden van leeruitkomsten. Die starten we. Voor het eerste semester starten we daarmee dus een spoor 2. En dat vraagt een wat andere manier van uitwerken, ook in onderwijs online. Dus vandaar ook deze kennisclip. Ik wil jullie heel graag verwijzen ook naar het OSOER die ik jullie nog zal sturen in een mail. Waarin de uitwerkingen voor jullie EVL's ook beschreven staan. Die je rechtstreeks ook kunt gaan invoeren in onderwijs online. Met het feit dat jullie de eerste zijn in het werken met leeruitkomsten, zijn jullie natuurlijk ook de experts daarin en ook in het klaarzetten daarvan in onderwijs online. Dat doen jullie nu voor jullie OWE's of EVL'en, zoals we dat moeten noemen. Maar dat zullen jullie waarschijnlijk ook nog wel voor hogere jaars EVL'en moeten gaan doen in de toekomst. En uiteindelijk zou het mooi zijn als we een soort wisselwerking kunnen krijgen tussen jullie en de andere collega's die dit ook nog moeten gaan doen. Zodat we eenzelfde manier hierin gaan vinden. Even terug. Opleiding bestaat uit 8 modules. Die zie je hier beschreven. Uitgewerkt in jaar 1 van de module SBO in PO 1. VO 1 in het tweede halfjaar. In het tweede jaar gaan we dan verder met PO 2 en VO 2. In het derde jaar gaan we naar leraar sport- en bewegingsonderwijs 3. En leraar sport- en bewegingsonderwijs als expert. De module minor zit er dan nog in en als laatste module startbekwaam in sport- en bewegingsonderwijs. Dat is hoe de modules nu in ons onderwijs verwerkt zitten. Wat gehighlight is, daar is waar wij nu aan gaan werken. Dus daar waren we uiteindelijk nu gebleven. Even terug naar hoe dit hele feest ook alweer werkte. Er zijn modules van 30 EC, die hebben we beschreven. Daarvan hebben we gezegd, die module van 30 EC bestaat uit een x-aantal eenheden van leeruitkomsten, de EVL'en. Nou, daar zijn wij gezamenlijk bezig geweest. Eigenlijk min of meer een vervanging van wat we voorheen een OEE noemden. Die EVL'en bestaan uit één of meerdere leeruitkomsten. LUX genoemd. Dus het kan zijn dat een EVL bestaat uit één leeruitkomst of uit meerdere. Bijvoorbeeld bij V bestaat die uit meerdere leeruitkomsten. En die leeruitkomsten die worden behaald door één of meerdere deeltentamens af te sluiten. Zoals we ook een OWE hadden waarin je meerdere deeltentamens moest gaan maken. Dat kan zijn dat een student daarvoor kiest om dat leerwerk onafhankelijk te doen zoals hier staat. Of hij kiest voor ons samengesteld onderwijsarsenaal, wat we feitelijk al hadden, maar die we nu ook in onderwijs online gaan zetten. Nogmaals verwijs ik jullie naar de OSOER die ik jullie zal sturen, waarin de beschrijvingen voor jullie EVL'en staan. Wellicht zijn er op het laatste moment ook nog aanpassingen in geweest die we hebben moeten maken op basis van de feedback. Waardoor de dingen soms wat anders staan, zoals jij ze in eerste instantie misschien 100% hebt beschreven, hebben we daar nog wat aanpassingen moeten maken. Dus kijk vooral eventjes naar die OSOER'en en hoe dat daar beschreven staat. Nou, dit is het, eigenlijk zie je hier de eerste 2 jaar uitgewerkt. Waarbij we dus het eerste half jaar in het experiment werken. Daar gaan jullie nu mee in de slag. En voor het tweede half jaar en in het tweede, derde, vierde jaar staat het nu nog even in de oude structuur van OWE's. Dus die zie je hier ook nog naast lopen. Wij gaan nu vooral focussen op dit stuk vanuit het experiment. De eerste module die heet dus leraar sport- en bewegingsonderwijs in PO1. Dat is de gehele samenstelling van dit onderwijs hier staat. Dus de hele eerste semester die heet leraar SBO en PO1. Daaronder vallen 5 EVL'en die jullie hebben gemaakt. De EVL van V heet lesgeven in SBO binnen primair onderwijs 1. Die van Robert heet sportstimulering. Die van Sander heet innovatief speelplein.
En die van Johan heet Sportvaardigheden, primair onderwijs 1. En dan hebben we nog een overkoepelende, wat voorheen meer de IT 1 was. Dat noemen we nu professionele ontwikkeling in primair onderwijs 1. Dit is de samenstelling van module 1 met de verschillende EVL'en. Dat is dus vertrekpunt. Nou, hoe we dat in het OS-OER hebben uitgewerkt zie je hiervoor. Dit is een stukje uit het OS-OER waarin we even het voorbeeld van VH-OE hebben genomen. EVL hebben genomen. Lesgeven in sport- en bewegingsonderwijs in PO1. Nou, daar staat hier in het OS-OER staat dan eerst een stukje algemene tekst van waar die EVL over gaat. Vervolgens zijn de EVL'en dan, of de leeruitkomsten zijn dan weergegeven. Dus drie leeruitkomsten voor deze EVL zijn beschreven. Nou, als je dan nog verder gaat in het OS-OER, dan staat er per leeruitkomst hebben jullie allemaal een beschrijving aangegeven van waar die leeruitkomst dan over gaat. Nou, dat stukje tekst zie je hier weergegeven en die moeten we ook op een of andere manier in onderwijs online verwerken. Even terug naar die vorige. De tentaminering en hoe dat dan getoetst wordt met deeltentamen staat ook in het OS-OER weergegeven. Maar dat zal ik zo meteen laten zien in een voorbeeldje. Even tijdpad, uitgangspunten. Nogmaals, voor 30 augustus willen we dit hele feest in onderwijs online hebben staan. In ieder geval de EVL'en die in blok 1 gaan draaien. Dus dat geldt voor V, voor Robert met sportstimulering, voor Johan met de sportvaardigheden en voor Hester met professionele ontwikkeling. We willen ook hierbij weer gaan werken met een uniforme manier van inrichten. Dus ik wil jullie zo meteen een schabloon laten zien die je allemaal kunt gaan kopiëren en aanhouden om in dezelfde manier te werken. Ondersteuning nog steeds mogelijk in de vorm van werkstudenten, maar daar heeft tot nu toe niemand iets op aangegeven. Dus ik ga ervan uit dat jullie dit zelf gaan inregelen. Ondersteuning via mij of Ria kan altijd, maar het lijkt misschien ook goed om gewoon met elkaar af en toe te zitten. En daar tijd voor te maken. Dat kan nog in de eerste week na de vakantie of nu voor de vakantie. Goed, even laten zien hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Inloggen natuurlijk in onderwijsonline.hand.nl met je eigen account. Nou, ik heb dat al gedaan, dus dan gaan we nu eventjes naar kijken hoe dat er bij mij dan uitziet. Als ik daarin inlog, kom ik nu in onderwijsonline terecht. Linkerkant nog steeds al die balkjes. Als je gaat kijken bij content, dan staat daar al het een en ander algemeen staat daar klaar. Bijvoorbeeld het kennismaken met onderwijs online. Dat is die eerdere cursus die we hebben gedaan. Kun je altijd in nakijken. En hieronder staat een stukje rondom leeruitkomsten in onderwijs online. Kun je in kijken, daar staat het een en ander beschreven wat ik zo meteen ook in de mail naar jullie stuur. Niet heel bijzonder, maar geeft wel een beetje de lijn weer in hoe je met leeruitkomsten moet gaan werken. Goed. Er is dan trouwens ook nog wel handige andere dingen, bijvoorbeeld hoe je PDF of Sway of Word en PowerPoint bestanden kunt embedden in onderwijs online, mocht je dat willen. Kijk daar dus regelmatig op om te kijken wat voor tips en trucs er zijn, ook vanuit anderen. Even kijken, als we het voorbeeld willen gaan nemen wat ik heb gemaakt, dan ga je naar beheer. Stukje content, daar heb ik al het een en ander in klaargezet. En dan zie je hier eigenlijk al alle uitgewerkt onderwijs van alle andere opleidingen. En het gaat hard, want we zitten al over de 48 pagina's met mensen die vanuit andere opleidingen met onderwijs online bezig zijn. Als je wil gaan zoeken, typ even mijn naam in. Bij zoeken, aan de rechterkant. Oh, dat is lekker. Even goed kijken. Of moet ik natuurlijk ook niet op daar zoeken, maar ik moet op eigenaar zoeken. Dus ik zal daar mijn naam typen. Kom daar tevoorschijn. Als ik dan daar op zoek, dan kom ik bij mijn EVL'en terecht die ik heb uitgewerkt. En ik heb hier al eentje staan die je zou kunnen gebruiken. Als je deze zou willen kopiëren om te gebruiken als schabloon, dan kun je hier aan de rechterkant kiezen voor kopieer. Klik je op, dan heb je het schabloon gekopieerd. Kun je hier aan de rechterkant je eigen naam invullen en hem naar inzicht zelf gaan aanpassen. Ga ik nu even niet doen. We gaan eventjes kijken naar de module hoe die uitgewerkt is, want zo staat hij op dit moment klaar. Je kiest als
titel van deze pagina kies je voor de modulenaam, dus module leraar SBO in PO1 en daarachter dan de naam van jouw EVL. In dit geval is dit de EVL van V. Dat is je vertrekpunt. Daaronder is dan hoofdstuk 1, kun je hier aan de rechterkant aanmaken met hoofdstuk, is dan de titel van de EVL. Lesgeven in sport- en bewegingsonderwijs binnen primair onderwijs 1. Hou even dezelfde indeling aan. Dan maak je daarin twee lessen aan, dus twee subkopjes met daarin eerst over deze EVL algemene informatie en een stuk toetsing. Als je daarop klikt, dan heb ik daar wat algemene tekst, zou je daar neer kunnen zetten. Hij heeft hem wel gepakt. Die heb ik uit het opleidingsstatuut heb ik deze gehaald. Dat is nog redelijk algemeen, maar die zou je dus daarvoor kunnen gebruiken. Even terug naar module hoofdniveau. Want je kunt ook bij stukje 2 toetsing, heb ik een gedeelte ook uit het OSU gehaald over hoe de EVL'en van V en de leeruitkomsten, hoe die getoetst worden. Dat staat ook is rechtstreeks uit het OSU'er is dat gehaald. Dat is eigenlijk alle info die je student ook nodig heeft. Aan de rechterkant zou je natuurlijk ook nog het losse toetsinstructiedocument, wat je misschien al hebt, zou je ook hier aan toe kunnen voegen. Weer even terug naar het begin. Dus we hebben dan de algemene info en de EVL hebben we beschreven. Dan kom je bij hoofdstuk 2, de leeruitkomsten. En hier heb ik voor V, die bestaat uit drie leeruitkomsten, heb ik de drie leeruitkomsten beschreven. Dus ook weer uit een kopje vanuit het opleidingsinstituut heb ik hier tekst neergezet die de eerste leeruitkomst van V over voorbereiden van lessen, sport- en bewegingsonderwijs en PO1 heb ik hier weergegeven. En dit is de tekst die jullie zelf ook hebben gemaakt. Die geef je hier en weer en dan weet de student in ieder geval waar die leeruitkomst over gaat. Nou, als je die leeruitkomsten hebt weergegeven, dan hebben we in ieder geval de EVL beschreven, leeruitkomsten zijn beschreven. Dan kun je daarna kun je verder met het onderwijs. Dus eigenlijk kom je nu uit bij het onderwijsarsenaal. Die kunnen we weer opdelen in weken, zoals ook in het andere voorbeeld al. Dus week 1, de voorbereiding, contactonderwijs en werkplek leren. Die kun je dan hier, ik heb hem nu maar voor 2 weken even uitgewerkt, kun je verder aanvullen tot aan week 8 of week 16. Zodat je uiteindelijk ook daarin al het onderwijs hebt staan. Nou, het lijkt mij het beste om op deze manier allemaal met elkaar te werken voor in ieder geval module 1, dat we het op dezelfde manier doen en dezelfde manier inrichten. Natuurlijk zal er nog wat tekst en dergelijke vanuit jullie zelf toegevoegd moeten worden, bijvoorbeeld in de invulling van het onderwijsarsenaal zoals dat hier beschreven staat, maar op deze manier kunnen we in ieder geval allemaal op een eenduidige manier werken. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. Mocht het niet zo zijn, dan vraag het me maar vooral. Ik kijk graag een keer mee. Ik kom graag een keer met jullie zitten. Mocht je er niet uitkomen. Maar het is eigenlijk vooral nogmaals aan de slag gaan met Onderwijs Online. Veel succes en tot snel. Doei!